Yo mensen, vandaag is de dag natuurlijk, ga ik weer Clash of Clans spelen. En dat is vet lang niet meer gespeeld. En wat ik alleen nog wil melden, dat ik net een nieuw clan gemaakt heb. Iets van ongeveer een uurtje. En ik dacht, weet je wat, ik ga een video van maken. Dus dat is gewoon mijn YouTube kanaal naam, Zat Games. Zat moet alleen met hoofdletter en games gewoon. Zonder hoofdletter zit er wel een spatie tussenin. Dus ja, er zitten maar nog 10 mensen in. Dus ik kan nog eigenlijk joinen. En ja... Het is nog 40 mensen ongeveer, ja. Wat ik nog eigenlijk wil gaan zeggen, dat je moet niet rusher zijn bijvoorbeeld. Gewoon alleen je stadhuis aan het upgraden. Dat willen we niet. Dus dan word je gewoon gekickt. Ik hoop dat je gewoon genoeg upgrades gedaan hebt voor je base. En ik hoop dat je geen rusher bent. Dat is eigenlijk wat ik wil. En zorg dat je meer dan 1000 bekers hebt, dan kan je makkelijk joinen. CW, gewoon of clanner, of hoe je het ook wil noemen, doen we eigenlijk 2 keer in de week, maar soms, je weet me nooit, doen we meestal 4 keer of 3 keer. Want als je elke dag doet, of elke alleen achter elkaar, nou, dan komt het gewoon niet goed. Iedereen wil, ja, CW, dat weet ik wel, alleen dan moet je je stad of je base zeg maar ook gaan uppen, niet alleen CW, want dan krijg je de clan alleen clan XP's en ja voor de rest ja dan door die hoge level. Ja, dat vind ik niet erg, maar andere mensen moeten ook hun sterk worden. Dus via andere kant op, ja, kost wel iets. Maar ik wil in dit gaan melden dat ik net een nieuw clan gemaakt heb. Dus die kan gewoon joinen als je dat wilt. Hoeft niet, mag. Oké, alleen ja, ik heb geen troepen nu om te aan te vallen. Daar was ik niet voorbereid of zo. Ja, alleen dit gewoon. En ja, ik heb net een nieuwe clanoorlog gestart. Dat zien jullie namelijk. Of 22 uur wordt die gestart. Hoe je het wil ook noemen. Ik ben een beetje kouder. Ja, ik heb ook een beetje een tijdje niet opgenomen. Dat komt niet aan mijn verkouden of zo. Want ik speel vaak Clash of Royale. Clash of Royale, ik doe gewoon Clash Royale. Ja, omdat Clash of Clans je of heeft, noem ik altijd Clash of Royale. Maar dat is niet zo. Het is gewoon Clash Royale. Geen of erbij of zo. Alleen ja, ik ken niet zoveel aanvallen. Ik kan wel nog wel aanvals laten zien. Dat is deze. Deze vond ik best wel aardig goed. Hij had gewoon aardig veel troepen. Die beker hoef ik niet echt of zo. Alleen ja, 300.000 coins. Dat lijkt mij genoeg. En 300.000 elixir, dat lijkt me ook om. Ik krijg ook natuurlijk bonus wel, omdat ik in divisie 1 ben van kristal. En ja, dat is het boom. Nou, hoe noem je dat? Dat is juist handig, denk ik. En ik zat ook natuurlijk. Oh shit, ja. Ik druk per ongeluk weg, maar maakt niet uit. Ik kan hem zo meteen wel doorspoelen. Ik zat natuurlijk ook in divisie meester, in derde. En ja, daar krijg ik 100.000 bonus. Maar nu krijg je 70.000 bonus met 320 elixir. En ja, dat is best wel chill. Dan kan je sneller, zeg maar, je muur upgraden of andere dingen wat je nog had. Dus ik ga verder met deze herhaling. Sorry dat ik het echt geklikt heb. Even doorspoelen. En yep. En nu was het, denk ik. Ja, nu. Nou, ik doe gewoon op 2 keer. En wat ik meestal gebruik, gewoon meestal boogschutters of barbaars of wizards, of hoe je dat ook wil noemen. Meestal in Engels zeggen ze wiz, ja. Ik zeg ook meestal wiz, omdat ik een beetje gewend ben. En natuurlijk, je ziet hier, ik heb geen 3 sterren gehaald. Net niet. Ja, vond ik best wel jammer. Oh, mijn telefoon. Onze telefoon wordt gebeld. Ja, maakt me helemaal niks uit. Het gaat, ja. Ja, dit is het beetje eigenlijk. Die draak focust niet echt op de, hoe heet dat? Die stadhuis, die daar. En dat vond ik best wel jammer. Maar alsnog heb ik het wel kunnen 2 sterren halen. En ja. Ik denk dat ik als ik mijn draak hier plaats, gewoon hier. En dat het veel beter ging. Ik denk dat het meer procent ging bijhalen. Maar het maakt niet uit. Het gaat erom dat ik die coins gekregen heb. En ja, een beetje elixir. Ja. Ik heb met meest gewoon vooral die coins gekregen. En wat dark elixir. En ja, niet veel dark elixir, maar wel genoeg bekers.
En ik vond wel genoeg coins, alleen ik wil alleen mijn muren snel mogelijk upgraden. Dat is het fijnst. En dat is gewoon juist goed voor een clan oorlog als die aangevallen wordt. Natuurlijk, ze moeten door je muren heen. Ja, dan moet je wel ook hele sterke muren hebben dat je niet doorheen gaat. Dus dan kun je makkelijk de war winnen, of clan war, hoe je het ook wil noemen. En ja, dat is een beetje eigenlijk. Dus ik wil alleen vandaag een beetje melden van dat ik net een nieuw clan gemaakt heb. En gewoon één herhaling van mijn aanval. Ja, voor de rest heb ik nu veel aangevallen. Want ik was vooral bezig met mijn Clash Royale. Zeg ik goed, hoop het. En ja, dit is het eigenlijk. En trouwens, als je in de divisie meester komt, krijg je 1000 gems. Dat is best wel handig. Heb ik gekregen, alleen heb ik zo gewoon gebruikt. En ja, een beetje, alleen ik heb dat gebruikt van mijn Pekka, want die wordt nu op dit moment level 3, dus je moet nog 6 dagen wachten. En mijn Tesla wordt naar level 6. Dat is best wel chill en het is wel echt sterk. En als je hem level 7 hebt, vind ik het pas mooi. Ja, dan doet hij veel damage, ook vooral op de Pekka. Als ik kan laten zien, dat zou zo fijn zijn. Even kijken, misschien deze gozer heeft het. Nou, dat kan ik niet zien, hoor. Laten zien dan natuurlijk, omdat het niet in mijn clan zit. Maar maakt niet uit. Dit zijn mijn clangenoten. Gewoon super aardige gozers. En ja, dit is het wel een beetje eigenlijk. En als je natuurlijk wil co-leider worden, en dan moet je natuurlijk 1000 donatie hebben. Of oudste is gewoon gratis. Kan ik gewoon een makkelijk oudste maken. Ja, dat is het. En ik hoop dat we zo snel mogelijk, hoe heet dat? De clan level hoger wordt en level 5. Maar ik ga niet vaak clan worden. Dat is, ja. Dan word ik gewoon andere mensen ook aan hun eigen base vooral. Hoe noem je dat? Opletten, zeg maar. Meer tijd aan besteden, zeg maar. Niet alleen clan war. Ja, dan komt het niet echt. Zeg maar goed. Ja, het komt wel goed voor de clan. Alleen niet voor die mensen die meedoen met clan war. En ja, dat is het eigenlijk. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet blauw duimpje omhoog doen. En abonneer op mijn kanaal als je niet is geabonneerd. Dus ik zal zeggen, tot de volgende keer. Bye bye mensen.